leuk jullie kijken in deze nieuwe video. Daar ben ik weer. Het is ik, Henkie. Oppermachtige ik. En ik ben vandaag in iets waar ik zo lang al niet meer geweest ben. Zo lang dat ik er zelfs nog nooit geweest ben. Moet je nagaan hoe lang ik er al niet meer geweest ben. En ik heb vandaag gewoon weer Minecraft geopend. En ik heb er zoveel zin in. Want ik mocht van Max wel even rondkijken in de stad. En ik dacht van... Oh... Jotam! En dat wordt echt zo superleuk en ik heb er zoveel zin in. Dus ik ga even rondkijken in de stad. En ik weet eigenlijk helemaal niet precies wat ik ga doen, maar daar komen ze zo meteen achter. Oh, en ik ben gewoon... En ik ben gewoon... Hoe kom ik hier nou niet langs? En ik weet... Wat is dit nou? Zo! Er is hier gewoon een hele barrière. Een stomme barrière. Aan de kant ermee. Weg met het blok. Er was gewoon een hele onzichtbare barrière hier, oh. Oh, wat stiekem zijn ze hier toch af en toe. Maar ik mocht even rondkijken. En ik had ook vliegmodus gekregen. En moet je zien, wat een stad. Oh, Jotam. Hier heb ik zoveel zin in om te kijken. En ik ga bouwen en ik ga monteren. En ik ga van alles ga ik doen. Oh, en kijk, Max zei dat er ook een nieuw gebied hierboven helemaal was. En wauw. En weet je wat ik vooral zo cool vind van hierboven? Als je naar boven gaat, dus als bewoner, dan... Als je naar boven gaat. Ik kan niet eens naar boven. Er is niet eens een route. Oh, moet je nagaan. Nou, dat kan toch helemaal niet. Oh, dat kan helemaal niet. Dan moet hier wel een route voor gemaakt. Moet je zien. Hoe kom ik hier nou op? Ah, ik heb wel een idee, denk ik. Wat nou? Als er hier een prachtige brug gemaakt wordt. Dat zou dat je gewoon hier aan komt lopen. En dan hier precies zo. Met zo'n mooie route zo. Zien dat hij zo loopt en zo. En dan weer zo. En dat je helemaal bovenuit komt. En dan, of misschien helemaal zo loopt zo. En dan zo. En dan nog een stukje omhoog en dan zo weer. En dan kom je hierboven. Hoe cool zou dat dan zijn? Gewoon een hele route. Oh, en dan kan je hier nog huizen komen wat rijker. Met misschien 3 verdiepingen. Oh, Jotam. Dat ga ik doen. Ja. Mijn probleem. Ik kan helemaal niet bouwen in Minecraft. Ik kan monteren, ik kan auto's maken, ik kan knutselen. Ik moet echt bouwen leren hier al in Minecraft. Weet je, dat ga ik echt leren. Voor nu, ik ga Max een mailtje sturen. Max, jij moet hier een brug, een trap, iets omhoog maken. Dat is jouw klus. Zo langer kan dit niet in deze stad. Ik ga hier nu uit. Want dit, is, oh, dit kan helemaal niet hoor. Dit is geen Jotam waard zo. Er moet daar een trap komen, anders kan dit niet. Ik ben niet eerder klaar met dit. Ik kom niet terug totdat daar een brug is. Ik ben helemaal zat. Ik ben helemaal zat. Stomme barrière hier ook nog. Ga aan de kant. Dat kan allemaal niet meer. We hebben een boot nodig, want dan kom ik hier anders weg. Maar ik kan niet vliegen over de zee of zo. Nou, stad. Ik zie je pas weer zodra je een brug omhoog hebt daar, hoor. Kan niet zo. Stomme Max hier. Ik ga een mailtje sturen naar die jongen. Nu. Nu, per direct. Jotam, er is mail. Jotam, ik heb gemaild. Jotam, open mijn mailtje. Mail van Henkie. Oh boy. Gelieve Max, ik, Henkie Jotam de Vijfde van de Stam, heb zojuist door je stad gevlogen en ben tot een verontrustende conclusie gekomen. Er is nog geen mieterspad naar het oh zo coole nieuwe gebied gemonteerd. Dat moet je nu gaan maken en anders komt er nooit wat van. Trommels. Met Jotam in de groeten, Henkie de Monteur. PS, Jotam. Jongens, het is tijd. Onze eerste klus om te gaan bouwen aan de stad is binnen. Henkie. Henkie heeft weer eens iets gespot. Henkie heeft weer eens wat gezien. Hij zag, hé, Jotam, er klopt weer iets niet. En die is er gelijk op afgegaan. En nu moet ik weer gewoon wat gaan fixen voor hem. Hij doet het normaal zelf. Maar volgens mij kan Henkie niet heel goed. Maar ik vind dat hij daar best wel... schaamt hij zich ervoor? Want ja, Henkie kan wel alles, you know. So, I guess. Ik denk dat ik... maar Minecraft moet gaan opstarten en de brug moet gaan maken.
Hier zijn we dan, in de game. We zijn er, Jotem, Mieters. En we gaan gewoon Henkie's request volgen. Dat was hier. Ik heb het helemaal gezien. Ik snap precies wat hij bedoelt. Je kan niet hier omhoog als je hier bent. Het is leuk, maar hoe kom je naar beneden? Als je er bent, het is leuk, maar hoe kom je omhoog? Dus wij gaan nu... Kijk, het originele plan was denk ik, zo te zien. Dat we het hier zouden doen. Maar er staat hier nu een groot hotel. Dus, Henkie's idee was nog niet eens zo slecht. Het is nog best wel een goed idee. Om gewoon hier wat te gaan plaatsen. Dus, hey, we gaan even kijken. We gaan even kijken hoe dit gaat. We willen sowieso een trap hier omhoog hebben. Zo. En dan kunnen we hem inderdaad in een bocht kunnen doen. En dan terug. Of... We kunnen een hele brede trap doen die zo gaat. En dan heel stijl omhoog al snel. En dan best wel breed zo. En dan precies zo. Dus ik denk dat dat wel leuk is. Maar dan moet hij wel stijl. Want het is niet zo heel lang heb je. Dus we gaan even kijken. We willen het sowieso van oak gebruiken. En dit is het eigenlijk. Zo, sowieso van oak willen we doen. En het is, kijk wat ik nu ga doen. Het is, als je het niet leuk vindt, snap ik. Maar het is ook, als je een beetje wil bouwen. Het zijn geen tutorials, maar het is misschien, I don't know. Ik vind het leuk om te laten zien om te bouwen. En dan, wie weet vind jij het leuk. En kan je nog eens wat gebruiken van wijze tactiek. Nee, ze zijn niet wijze, het is gewoon random bouwen. Maar wie weet is het wel iets heel leuks wat ik nu ga doen. Ik heb ook geen idee, misschien vinden jullie er niks aan en doe ik het nooit meer. I don't know. I don't know. We willen sowieso een trap omhoog hebben hier. En we gaan even een beetje informatie zoeken van hoe we het eerder gedaan hebben. Ja, kijk. We moeten allemaal in dezelfde stijl moeten doen als de rest. Dus we gaan sowieso de randjes... Nou, de randjes specifiek niet van dit doen. Maar de binnenkant wil ik het liefst van dit hout hebben. Ook al is de rest ook wel heel veel. Dus de bovenkant, de boven area hier, gaat een hele andere stijl worden. Maar niet spruce, ook, maar niet zo licht als dit. Het is, anders wordt het te veel van hetzelfde. Te veel van het goede. Dus... Step 1 in mijn opzicht is eerst die pilaren plaatsen. We gaan geen symmetrie gebruiken. Dus dat scheelt, want ja, vak symmetrie in dit opzicht. Dus ook niet daar gelijk aan. Maar het is iets te breed, denk ik. Dus ik denk misschien hier zelfs. Kijk, ja, dat is perfect. Kijk, perfect. En dan willen we een soort curve gebruiken. Maar het moet al hoger worden. Het moet snel omhoog gaan, dat is het punt. Anders komen we er niet. En dan willen we dit pad aanhouden of zo. Misschien nog iets meer naar buiten hier. Zodat we niet te snel omhoog hoeven. En dan daarheen. Hey, how about that? Hey, hè? How about it? Oké, dus dan moet sowieso die boom... nou, die kan wel blijven. We kunnen wel een beetje die dingen erin laten. So, I guess like this. Alright, laat maar de pillars plaatsen. En daarna be right back. Oké, we zijn terug met een idee. Want het is goed gegaan. Het ging minder snel stijl dan verwacht. Hier, kijk. Ik wil het heel snel, heel stijl laten gaan. Alleen halverwege kwam ik erachter dat het helemaal niet hoeft. Dat het wel meevalt zelfs. Want kijk, je gaat hier. Hier begint dus best stijl zo. Dan ga je zo. Dan ga je precies mooi de bocht om hier. En dan kan je hier nog zelfs een leuke overkapping maken. Met wie weet hier nog wat leuks in. Misschien een huis. Een weet ik veel wat. Een restaurantje. Een iets. Er kan nog van alles inkomen. En dan ga je hier verder zo. En dan, ploep, dan kom je hier boven. En dan kan je hier nog een leuk marktje hebben. Je kan hier nog iets anders hebben staan. En dan ben je boven. Maar hey. Het idee is er, de pilaren staan er, maar de brug is er nog niet. We kunnen er überhaupt nog niet omhoog lopen. Hoe wil je nu vanaf hier in survival daarboven komen? Dus het volgende wat we gaan doen is... is de pilaren goed marken voor mezelf? Dat ik goed kan zien wat de bovenkant is. Want het is altijd zo onduidelijk, het hout. Dus ik was zo voor mezelf. En wie weet houden we het zelfs zo. Want het kan er wel mooi uit gaan zien. Zo. Oké, dan gaan wij een pad maken. Want we hebben het begin zo, dus wat wij daar gebruiken, mainly, zijn deze twee blokken. Omdat je een beetje, je wil die diversity, je wil dat verschillen, je wil dat het niet eentonig is. En ik zeg maar wat, ik heb geen idee wat ik doe eigenlijk. We beginnen met een sowieso een beetje, oh nee, niet zo, een klein pad. Dit vind ik altijd echt het lastigste. Het een brug maken die omhoog gaat. Een soort pad slash brug omhoog. Dus we willen niet alleen maar dit gebruiken. Wie weet gebruiken we zelfs een beetje steen en het pad ertussendoor. Dus als main blok gaan we daar gras nu... Ja, we gaan wel gras gebruiken. Wie weet gaat dat er juist heel leuk zijn. Dat is een soort van nature. Het is onlogisch dat er natuur in zou zitten. Want waar, hoe de fuck komt dat daar? Maar het zou best wel... We kunnen er altijd nog wat mee doen met het nature idee. Kijk, een beetje zo. Hier uiteindelijk een beetje die. Die gaat sowieso die worden. En dan... Nee, kijk, die kan niet. Kijk, weet je waarom dat niet kan? Dat je die niet zo kan doen? Want je gaat niet hier zo op doen, want dan knal je het wel tegen. Je wil dat het een vloeiend iets is. En als je het zo doet, zo, en die ster hier, dan krijg je dit blokkerige. Zie je? Kijk, dan krijg je alsnog dat je dit soort van tegenaan loopt. Dus dat kan niet. Hier naar de tegenkant wel.
Want we kunnen hier kunnen we bijvoorbeeld of een mooi blok zo doen. En dan hier doen we gewoon een blok zo. En dan hier daarentegen weer zo. En dan is het minder afsluitend. En dan komt hier een fence. Maar dan gaan we sowieso deze fences gebruiken. Die had ik al. Deze. En dan, dit kan dan weer wel, weet je. Dan kan je hier zelfs nog een fucking lantern kan je plaatsen met glowstone of iets, weet je. Je kan dan weer glowstone plaatsen. How about that? Wat zijn dat dan voor great ideas? Hier, zo. En dan plaats je daar nog een keer van dit omheen. Because why not? Alles mag vandaag. En dan kan je hier aan de onderkant kan je zelfs nog een leuke soort dit doen. En dan, wie weet, nog dit. En dan kan je dat misschien nog zelfs door laten lopen aan dit. Zo, zie je? Kijk. En dan wie weet zelfs nog met een trap eronder. En dan lijkt het een beetje random door die nog daar te doen. Of staat het misschien zo. En dan hier weer zo en zo en zo. En dan krijg je al dat het een beetje gekofferd wordt, weet je? Hier weet nog een pilaartje die volgens zo loopt, waardoor die eraan vast zit. Waardoor dit weer zo loopt. En dit is iets te dik maakt het. Het kan allemaal. Vandaag mag het allemaal. En dan krijg je al een beetje zo'n trap. En dat gaat echt langer kutklus worden. En uiteindelijk, ik laat een beetje een voorbeeld zien, weet je? Gewoon hoe ik dit wil hebben. En dan kan je met boommeel kan je erop. En dan niet lang gras, want dat gaat heel erg in de weg zitten. Een bloemetje. Een bloemetje is altijd mooi. Snap je? Dat is een beetje het idee. Kijk, en als je dit dan ook aan de andere kant doet, dan krijg je wel wat leuks. Dus ga ik dit gewoon een beetje voortzetten in het plan der aanpak zo. En dat gaat echt nokken lang duren. En dan kom ik hierboven. En dan uiteindelijk sluit het weer aan op dat pad. En dat gras, dat is het mooie. Ik heb natuurlijk de Holy plugin World Edit hebben. En dan ga ik het gras ga ik gewoon met World Edit vervangen voor dit blok. Waardoor het lijkt alsof het één vloeiend pad is wat doorloopt met een gemengde brug. Maar toch nature-achtig. Maar toch duidelijk gezien dat het gebouwd is. En dan kan je er nog leaves aan hangen. Oh, dat kan best wel mooi worden. Alright, let me do it. En dan zien jullie het zo meteen. En wie weet vinden jullie het wel cool. I don't know. Ik hoop dat Henkie trots is. We gaan Henkie gewoon trots maken. I don't know. Oké, let's go. Yeet, Jotem. Ah! Oké, ik heb ongeveer al een klein gedeelte gemaakt. Het is niet heel veel, maar ik wil jullie laten zien. Oké, ik ben hier een stukje aan de muur vergeten. Want je kan nu overal... Kijk, je moet eraf kunnen vallen. Dat is gewoon... Het hoeft niet per se gelijk helemaal beschermd te zijn. Want je kan er gewoon afvallen, weet je. Maar dat gaat niet om. Het gaat om dat het mooi is en dat het logisch is. Want je kan een echte brug ook gewoon afspringen. Weet je wat we gaan doen? Wat ik jullie wil laten zien. We gaan een stick pakken. En dan moeten we even alle soorten blokken moeten we hebben die we willen. Die gebruiken voor het gras. Die. Die. En welke het liefst nog meer? Enerzijds gewoon dan, I guess. Ja, yeah, sure. En dat is als het goed is F3H. Kijk, activeer je dat. Oh, kut. Nee, dat was nog zo. Zo, de coarse dirt. Dat is 3.2. We willen gravel, cobblestone en andesite. Dus /br. Nee, hierop. Sorry. /br sfeer. 3.1, of 2 kan ook. Ik kan even kijken welke dat is. /mask grass. Huh? Hoezo werkt dat niet? Oh, /mask werkt niet meer. /mask. Oh, ja. /mask. Grass. Blok. Hoe heet grass blok dan? /mask. Grass. Blok. Zo. En dat is... Ja, oké. Okay. /undo. Oké, prima. Kijk, dan kunnen we sowieso die willen hebben. Dat is gewoon dat blok dat we gebruiken. Komma. Dan gaan we het blok cobblestone gebruiken. Dan willen we het blok... Gravel willen we gebruiken. En we willen het blok andesite ook gebruiken. Oh, dat gaat heel raar. Oké, top. En dan willen we dat de grootte van 2 doen. Is prima. Dus dan, kijk, wat ik nu creëer is... Ja, ik kan het laten zien. /mask. Wat we creëren is een bol van de blokken. Zie je? Die we gaan gebruiken. Het is letterlijk gewoon een bolletje. /undo. Dan moet ik even die ook hier weghalen. Die is echt gevallen, want het blijft gravel. Dus gaan we een bol gaan creëren. Ik kan het beste hierboven laten zien. Hier. Exact, het is gewoon een bolletje. Met het, de blokken die we... Dus het pad. Je herkent het als het pad. Dus als we undo doen en we doen /mask grass blok. Dan mask je hem alleen op gras. Zie je, dan wordt het geen bolletje meer. Nou, en zo kan je dus gewoon echt een leuk pad creëren. En dat vind ik zelf. Ook bijna /undo. En dan gaan wij nu... Gaan we dit gras, willen wij masken. Dus gaan wij... kijk, dat dacht ik al. Dat is wel een kut ding. /undo. Dus wij willen eerst al dat gras, willen wij even een soort van geblokt hebben. Hoe gaan we dat het best doen? Nou, dit lijkt mij het leukst. Gewoon zo. Kunnen we altijd nog aanpassen.
Maar het ziet er op zich best wel mooi houterig uit van de onderkant. En daar hou ik wel van. Zo, zie je? Dus leuk van de onderkant geblokt. Kan mooier. Wat nog, die pilaren worden sowieso nog leuker. Dan die ga ik nog een beetje als curve frame maken. Maar dan kunnen we nu... Oh mijn god, precies dat ene blok. Wat ik vergeten ben hieronder. Oh, ik ben hier een paar blokken vergeten onder. Zo, nu kunnen we een pad maken zo. En dan haalt het wel al het grass weg. En dat willen we niet helemaal. Dus iets van stone is het. kom hier. Zo. En dan willen we alsnog... Ik had ook grass ertussen kunnen masken. Dat ga ik voor zometeen. Je kan ook gewoon grass erbij masken. Of erbij zetten. Kijk, en dan wordt het nu een leuke pad. Zie je, en dan voelt het toch een beetje aangelinkt eraan. En er zit geen grass in. Dat is allemaal dirt. Kijk, zie je? Dan plaatsen we dat op het gras zo. En dan plaatsen we die nog. Op overal waar we dat willen plaatsen. Plaatsen we dat nog een beetje. En dan begint het al. En dan willen we eigenlijk nog een hoe hebben. Never spend your diamonds on a hoe. Ja, yeet. En dan gebruiken we nog jou. En dan zo. En dan wil je eigenlijk boomheel gebruiken. Je kan het ook makkelijker doen met world edit, maar... Pop, pop, pop. En dan heb je nog een leuke... Kijk, dan loopt het pad al iets meer door, zie je? Dus dan krijg je al meer het gevoel van... Hey, het pad loopt hier daadwerkelijk door. Alleen zie ik nu al dat dit dan wel ook zo moet. In plaats van dat blok. Dus more like... cobblestone, nee, gold dirt. Zo, zie je? Dan lijkt het al... Ja, nu al helemaal. Nu lijkt het al helemaal meer alsof het daadwerkelijk doorloopt. En dat is exact wat we een beetje willen creëren hier. Zo. Dat is precies wat we willen creëren. En dat gevoel krijgen we nu ook. Dus ik ga nu dit ga ik doorzetten helemaal zo. Helemaal tot het einde hier. En dan zien we wel hoe ver we komen en wat de dag ons brengt. Want we zijn nu al bijna een half uur bezig. Voor jullie niet hoor, maar voor mij. En na 20 minuten trouwens. Ik lees het helemaal verkeerd. 23 minuten, ik dacht zo'n 32 minuten. Alright. Dan ga ik dat even verder maken. En dan kunnen we nu, het moet ook gewoon goed voelen. Dat je gewoon zo, ja, je kan heel makkelijk snel overheen lopen. En dan een mooie brug zo. En dan ben je hierboven. How about that? En dan hebben we gewoon een soort brug daarna gecreëerd. Dat je ook gewoon daar naar boven kan zonder moeite. Hoe is dat dan? Is dat dan niet kwalitatief en zo? Hey. Laten we het eens verder gaan doen. Dus. En dames. Alright, well. We zijn verder. En ik heb een soort van een naampje bedacht voor dit. Het is niet echt een naam wat ik meer bedacht heb. Maar het kan er iets mee te maken hebben. Ik heb echt insane veel trapdoors gebruikt bij deze brug. Bovenkant en onderkant. Dus ik denk dat het al iets leuk is. Je kan het niet de trapdoorbrug noemen. Want ja, dat klinkt een beetje derpy. De trapdoorbrug. Maar hij is in ieder geval een soort van af. Ik ga nu proberen mijn sticker weer bij te pakken. Het leuke is dat ik zeg maar die command erop heb staan. Dus het enige wat ik hoef te doen is weer te rechte muisknoppen. En voilà. Alles gebeurt wat ik dat wil dat ik gebeur. Hoppakee. Oh, we hebben een boosdoener hier ook. Dan gebruiken we daar wel dit. Moet sowieso ietsjes meer deur tussen, zie ik hier al. Maar dat maakt niet uit. Alright. Dit is prima. Leuk. Jotem. Aardig. We gaan de laatste paar finishing touch aan de main brug zelf doen. Wat ik een idee had als in dit wordt de brug, weet je. En dan leuke finishing details. Dus bijvoorbeeld dingen zoals buttons en nog wat signs. Waar zijn mijn signs? Heb ik voor dit gedaan. Kijk, veel te kaal dit. Dan wil ik nog wat van deze boutjes hier hebben. Chilling around, you know. Altijd een beetje mijn favoriete ding. Random, nutteloos, niet over nagedacht. Details zoals dit, waar je niet eens over nadenkt waar je ze plaatst. Maar je plaatst maar gewoon. Dan mist er nog de hoe. Never waste your diamonds on a hoe. Die komen erbij. Sorry als het allemaal een beetje chaotisch is. Sheets zullen we hebben. Maar ik hou van chaotische Minecraft. Als in... Oh, godverdomme, moet ik ook nog... Zo, die en dan die. En dan hebben we hier nog eentje. Oh, nog een keer. Oké. Dan hebben we dat. En dan missen we nog één leuk ding. En dat vind ik. En dat zijn leaves. En dan moeten we de onderkant nog kijken. Hier heb ik het een beetje gedaan. De onderkant, maar dat moet overal. Want dit is veel te kaal. Je kan niet die random pilaren hier random plaatsen. Volgens mij hebben we dat... kijk, hier hadden we dat ook het probleem. Toen hebben we gewoon helemaal dicht gegooid. Dat ga ik hier niet doen. Ik wil de pilaren hier leuk opvullen. Dus wel een beetje... het moet open blijven. Dus je moet er onderdoor kunnen lopen en zo, weet je. Je weet dat je er nog een leuke quest onder gooit.
Maar het moet in ieder geval wel dicht zijn. Nou, dichter dan nu. Dichter dan nu in ieder geval. Zo. Weet ik veel wat. Ik zit helemaal op de bos hier. En laat het leuk hangen. En dan gooi je er wat dinges op. Dan gooi je er een beetje dit tegenaan. Dan gooi je er een trapdoortje op. Dan laat je het hier weer bij bos lijken. Dit hoekje moet wel een beetje bos zijn. Het is gewoon een random detail, vind ik zelf. Gewoon een beetje... Gooi het maar ergens hier neer, weet je? Dat. Gewoon leg maar ergens hier neer. Meer niet. Het betekent niks. Het doet er niks. Het is er gewoon. Net zoals hier. Hier kan je gewoon... Want waarom de fuck zouden je leaves groeien? Je groeit helemaal geen leaves. Het hoort helemaal niet. Ja, het kan. Maar het is onlogisch dat die leaves zijn. Maar het is gewoon leuk. Het ziet er mooi uit. Zo. Nou, dan kunnen we hier nog even wat leaves plaatsen voor jou. Bijvoorbeeld. Laten we het hangen. Dat is altijd mooi als je het een beetje laat hangen. Even wat erbij. Hiero. Laat het een beetje overkappen zo. Laat het ergens aan aansluiten. Hiero. Met een sterretje erbij. Zo. Plop. En dan met een dingetje erop. En dan met een sign er tegenaan. Om het een beetje af te sluiten. Oké. Nou, heb je leuk wat leaves erbij. Niet heel veel, maar wel leuk genoeg. Weet je, om het niet te bebost te laten lijken. Kijk, het zit hier veel voller uit. Maar het komt omdat hier overal... Het komt net naast zo'n markt. Dus voor mijn gevoel mis ik heel veel. Maar het komt omdat hier gewoon extreem veel op de grond ligt. Dus nu wil ik iets meer gras bij moet plaatsen. Ik denk ook dat het gewoon gras mist. En dat het te stenig is misschien zelfs. Dat zal niet. Oké. Dan slash night. Dat is altijd een ding. Kijk, dan kijken we even goed. We zien dat hier mist nog een mooi lichtje. Dus dan kunnen we heel mooi... definitely aan deze kant. Kunnen wij heel mooi... zo. Gebruiken we jou. Gebruiken we nog één. Jou. Zelfs overkapt. Kan dat? Zolang je maar niet je hoofd stoot. Dat vind ik altijd vervelend. Kijk, dat zijn gewoon die final dingen, weet je. Weet ik veel, hier nog eentje, hier nog eentje. En dan sign hier en hier. Nou, heb je wat leuks, weet je. Wie weet, kan je hier een sign tegenop? Dat zou heel gaar zijn. Ja, dit is prima zo, zie je? Dat is leuk. Dan heb je zo, heb je nog een leuk lichtje erboven. Hier mis nog licht. Nou, dan kan je hier nog zeggen van... Wow, what the fuck, waarom is hier geen licht? En dan pak je hem. Oh, pak je hem. Nee, pak je hem. Goed zo. Daar. Nu heb je wel hem nodig. En doe zo. En zo, I don't know. En heb je wat meer licht. Nu is hij gewoon goed belicht, de brug. Je kan zelfs nog, omdat ik hier... Kijk, er zitten gaten in. Dus ik kan zelfs nog zeggen... Hé, hey, we doen hier een... Waarom mis ik telkens mijn glowstone? Ik mis telkens mijn glowstone. Echt vervelend. Zeg maar, dan doen we hier nog iets. En dan offeren we het een beetje op, weet je, alsof het er niet is. Maar dat zorgt er wel voor dat er gewoon licht door de brug komt, zie je? Oké, leuke brug. De onderkant nu nog een beetje. Ik ga een klein beetje laten zien. En dan doe ik dat weer gewoon in hoe ik het net deed. Dat jullie niet er alles van zien. Kijk, ga ik gewoon dit een beetje doen. Haal ik het weg zo. En dan, nou, laten we de brug gewoon zo lopen. Het hoeft niet precies recht te zijn, toch? Een brug. Wie wil er nou een rechte brug? Stabiel hoeft het niet te zijn. Wie wil er nou een stabiele, stevige, veilige brug? Doe mij maar mooi, kapot en gevaarlijk is het. Nee, maar serieus. Zo, kijk, dat maakt het al wat minder weird. Dat deze misschien wel weer die kant op uitwijkt. I don't know. Ik ga gewoon de bruggen een beetje laten uitwijken. Zodat het niet te recht loopt. Want het moet wel niet recht lopen. Dat is raar als de rest niks recht loopt, dan denk ik deze brug wel. Zo. Oké, en dan... ik denk, ja, nee, dat ga ik niet helemaal on camera doen. Want ja, dat vervelen jullie ook dood. Dat gaat jullie waarschijnlijk toch... Als de rest dan niet aan het einde geskipt heeft om even te kijken of al weggeklikt heeft. Zo. Kijk, dat ziet er al wat minder raar uit, weet je. Als die brug gewoon een beetje zoiets gaars heeft. En dan kan je altijd nog dit doen. En dan, wie weet, kan je het nog met dinges, kan je het zo connecten aan elkaar. En dan met nog een trapdoor eronder of zo. You know? Ah, nou. Oké. Ik ga het even snel doen en dan kunnen jullie kijken naar wat jullie ervan vinden. Tot zo. Oké, we zijn ongeveer nu bezig met deze build. 50 minuten, dus 50 minuten en een uurtje. En hij is basically zo goed als klaar. We hebben nu de onderkant hier. Het is echt chaos en dat is precies wat ik wilde hebben. Het is gewoon één grote chaosbende met schuine pilaren die alle kanten op gaan. Helemaal onder de hout en stellingen en troep en van alles zit eronder. En het enige waar ik nog niet helemaal over eens ben, is de onderkant zo. Het zou nog
wat meer met dit hout kunnen geconnect worden. Dus weet ik van wat dat het nog zo eraan geconnect is hier. En misschien nog even kijken, een dingetje erbij. Oh, nee, verkeerd. Waar staat hij? Oeh, wat wel. Zo. En dat dan misschien nog een beetje verspreid hier overal, hier en daar, weet je. Wat meer zo. En wat meer zo. En dan toch zo. Dat er gewoon wat meer hout aan de onderkant zit. En wat misschien wat meer pilaren aan elkaar geconnect hier. Zo. I don't know. Je weet, het kan allemaal, weet je. Het is gewoon, het maakt in principe niet zoveel uit. Dat is het hele mooie eraan. Het zou gewoon zo aan elkaar connect kunnen zijn. Zie je, dat geeft al wat meer, minder kaalte beneden. Maar ik denk dat die wel zo goed als klaar is. En dat we Henkie hier wel blij mee kunnen maken. En dan gaan we even een test doen. Slash clear. Is hij te belopen? Dus als wij zo, echt nu, gewoon hier al lopen als Henkie zijn. Stel, Henkie loopt hier zo, wauw, Jotem. En die loopt zo dan, denk ik, wauw, een brug. Ik kan nu gewoon naar boven. Zonder problemen. Het is alsof het er al jaren staat, die brug. Alsof die niet in één keer nieuw aangelegd is. Alsof het zo hoort, weet je. En het is helemaal prima. Je kan je satisfied. Kan je nu naar boven lopen zonder de vliegpowers. Want uiteindelijk komt de server natuurlijk open zonder vliegen. Die gaat niet vliegen door de server als die open is. Natuurlijk niet. Maar dit is wel goed. Dit is prima zelfs. Je kan gewoon lekker makkelijk nu erheen. Alles is te bereiken. Ik vind het een geslaagd iets. Het is een brug. Ik ben blij dat ik het in die curve vorm gedaan heb. Je ziet erboven, ziet er leuk uit. Past er mooi bij. Het is goede vorm. Niet zo groot. Hij is zelfs best wel groot, maar niet te groot. I don't know. Reageer maar wat jullie ervan vinden. Ik ga hem terug naar Henkie sturen. Als je dit leuk vond. Ik kan het misschien een keertje live doen. Dat ik live niet deze brug maak. Deze brug, dit is geen tutorial. Ik kan dit by far niet exact nog een keer namaken. Dit is geen tutorial om iets na te maken. Het is meer gewoon laten zien dat bouwen soms compleet random mag zijn. Kan zijn. Het kan soms gewoon random zijn. Ik ga Henkie vragen of hij al vaker klusjes voor me heeft. Misschien dat hij wel vaker klusjes voor me heeft. I don't know. Misschien denkt hij wel vaker van, hey Max, dit is niet goed of dit moet veranderd worden. En dan doe ik dat voor hem, weet je. Dus ik ga Henkie nu een mailtje terugsturen. Zo. En misschien vindt hij het wel leuk. Misschien vindt hij het wel kut. I don't know. Ik vind het in ieder geval leuk. Dus, hey, you. You, dag, dag, brug. You. Henkie halen. Ik ga wel vliegen. Ik snapte niet waarom Henkie helemaal met het bootje over het water ging. Als je ook gewoon kan vliegen. Henkie snapte niet. Je hebt zelfs P10. I don't know waarom je dat niet gewoon deed. Eeuw! Nou, oké, ik hoorde dat Max helemaal de brug gefixt heeft binnen een uurtje. Ik geloof er helemaal niks van. Gewoon, ik ben hier een uur geleden nog geweest. Nou, dan kan je toch geen brug maken. Ik was net onderweg naar mijn boot. Ik had mijn mail gestuurd en dan moet ik alweer terug. Heeft hij gelijk de barrières weggehaald hier al? Nee, maar ik kan er wel doorheen. Die rare barrières hier allemaal, snap ik allemaal niet. Die moeten wel weg. Stom dit. Nou, gaan we eens kijken. Als het goed is, was de brug hier ergens, dat je hier naar beneden ging. En dan ging je hier lopen. En dan, oh nee, het was hier helemaal niet. Dan moet je terug omhoog. En dan moet je naar rechts. Dan moet je eens over deze brug. En dan moet je hierheen. Dan kan je hier ook niet heen. Oh, hier is het zo. En dan lopen we even verder. Oh, hier is het marktje. Oh, Jotem! Er is een brug. Moet je zien. Wauw. Oh, wat cool dit zeg. Gewoon een hele brug heeft hij gemaakt. Nou, dit is perfect. Nu kunnen we gewoon omhoog hier, zonder problemen. Nu kan ik gewoon lekker zo. En dan kunnen we hierboven zijn. En we kunnen ook weer naar beneden. En zelfs voor de mensen die de snelle route willen doen, springen gewoon. Want dat kan allemaal gewoon makkelijker zo. Maar Jotem, wat goed. Ah, ik ga vaker klusjes aan opgeven. Want dit is leuk. Dit is fijn. Dat we gewoon een brug nu hebben hier. Dan kunnen we gewoon omhoog zonder probleempjes. Wat leuk. Wat Jotem. Nou. Ah, top dit. Nou, ik ga gelijk een nieuw iets zoeken, jongens. Gelijk zoeken voor iets nieuws. Dank jullie wel voor het kijken in deze video. Max heeft Henkie heel trots gemaakt. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. En dan zie ik jullie bij de nieuwe volgende video, jongens. Tot de volgende keer. Abonneer, like en kijk wat jullie doen. Doei!